Welkom bij Cineac Het Net op tv. Filmpjes van, uit, over, door Rotterdam op tv. Iedere week kijken we naar een nieuw filmpje van de woorddansers. Deze week wolkenkrabben. Zo wil ik wolken krabben, met rug recht als besnaarde danser. Waar mijn arm met vuist dan breekt en steekt een hemelbaan. We zijn samen hoog als hij, van trots om metropool van ander. De zilvermeeuw wendt ons verbaasd, haar schuwe bochten aan. Stroom van mond tot monding met daaronder zwijgen. Lef uit vrees, mijn wolkenkrabbel voert geknikte knieën aan randen. Van bedacht tot geboren mag je slijpend staal en steen ontstijgen. En zo heet de kracht van voorwaarts, koortsig bouwsel tegen wanden. Waar we de donstekens afvlakken, terwijl het mierenspel verspeelt. De aarde onze ruw vangnet is, met schreeuw tekort aan overmoed. De buurman scherm, achter blinde muren en luxaflexe etalages. Ik breng je de wolkenhoge vingers, waarmee stad diepte wezen heelt. Diepte vrezen heelt. Met het neonfluwelen licht dat panden oprolt tot versmolten weemoed. In de gloed van nieuwe zakelijkheid. Ben jij mijn nachtkind in passages. De Wilhelminapier op de Kop van Zuid is volop in ontwikkeling. Nou, dit is een leuk promotiefilmpje die laat zien hoe het was en hoe het gaat worden. De Wilhelminapier. Voor vele duizenden mensen een baken in hun herinnering. Het vertrekpunt van een enkele reis naar een nieuwe blijvende bestemming. Springplank van Europa naar Noord-Amerika en Canada, waar hele generaties landverhuizers met schepen van de Holland-Amerika-lijn hun geluk gingen beproeven met hoop op een betere toekomst. Maar waar ook vele vrachtladingen met onder andere haring, granen en bloembollen hun weg begonnen naar de nieuwe wereld. In de eerste 50 jaar van de scheepvaart verschenen ook het Landverhuizershotel en het hoofdkantoor van de Holland-Amerika-lijn, het huidige Hotel New York, op de Wilhelmina-pier. Na de Tweede Wereldoorlog werden de schepen meer en meer ingezet voor de cruisevaart. Hierdoor kreeg de Wilhelmina-pier een geheel ander karakter, dat van luxe en vakantie. Jarenlang bepaalden de grote zeekastelen als de Rotterdam en de Statendam van de Holland-Amerika-vloot het beeld van de Maasstad. Toen de Holland-Amerika-lijn in de jaren 70 naar Amerika verhuisde, kwam er een eind aan het intensieve passagiersvervoer op de Wilhelmina-pier. Sinds die tijd stevend de pier af op een nieuwe en veelbelovende toekomst en meren er regelmatig weer grote en luxe cruiseschepen aan. In het afgelopen decennium heeft de Wilhelmina-pier een begin gemaakt met haar grote transformatie. Van havengebied naar een nieuw, hoogwaardig leefgebied. Zo zijn reeds tot stand gekomen Hotel New York, de Cruise Terminal, de Erasmusbrug, het KPN-gebouw, het Luxor Theater, Pakhuis Leidse Veem, Woontoren Montevideo en het World Port Center. In de volgende 10 jaar zal het gebied nog eens aangevuld worden met de multifunctionele gebouwen Baltimore en de Rotterdam. Aan de zuidzijde worden de volgende 5 moderne woontorens gebouwd. New Orleans, San Francisco, Boston, Philadelphia en Havana.
Daarnaast worden op de middenstrip de pakhuizen Pakhuismeesteren en Las Palmas gerestaureerd en wordt het spectaculaire gebouw Chicago gerealiseerd. De pier wordt één geheel. Hoogbouw en leefbaarheid gaan er hand in hand. Als tegenwicht voor de hoogbouw worden de gebouwen in het midden van de pier laag gehouden en is er aandacht voor de menselijke maat door mooie pleinen en gezellige wandelkades. Nu nog een filmpje van de Wilhelmina Pier. Dit is een leuke timelapse. Een timelapse, als je afvraagt wat dat is dat je je camera aanzet. Die laat je dan gewoon, weet ik veel, 5 uur lang filmen. En dan versnel je dat en dan zie je zo precies hoe iets gaat. Kijk maar mee. In Rotterdam was er afgelopen vrijdag wederom een flashmob. Deze keer van Dance for Life. Dat is een internationale organisatie die zich samen met jongeren inzet om de verspreiding van HIV en AIDS terug te dringen. Thank you.
Op het internet is een hele leuke gebruiker, Mr. Zoo. Hij reist het hele land af om dierentuinen te bezoeken. En hij is ook in ons Blijdorp geweest. Come into my house, baby. I'd like you. Als je nog meer wilt zien, kijk op YouTube, Mr. Zoo. En dan zie je allerlei filmpjes over allerlei dieren in allerlei dierentuinen, waaronder Blijdorp. En als je aan Blijdorp denkt, denken heel veel mensen ook aan een voorval van 3 jaar geleden, toen Bokito loskwam.
Maar nog ver voor Bokito waren er ook al andere apen ontsnapt uit Blijdorp. Gewoon een soort van zebra. Een soort van zebra? Ja, kijk. Omdat hij ook streepjes heeft? Ja. Oké, zullen we nog wat verder gaan kijken? Apen. Vieze neus. Kom, bas zich. Kijk. Deze dieren zijn heel gevaarlijk, jongens. Dit is eng. Ja. Zijn ook wel een beetje eng, hè? Kijk, ze zitten aan het hek te trekken. Kijk dan. Kijk, hey, kijk tegen, jongens. Ze zijn eruit, jongens. Ze moeten wegrennen. Ga maar gauw wegrennen. Ga maar gauw wegrennen. Pas op, weg, kom maar, jongens. Kijk uit. Kom maar af. Is de Marokkaan? Nee. Komt hij uit Zwolle? Nee. Is het een aap? Do-go-do.
Thijs, een collega van Signac, was afgelopen vrijdag in Den Haag. Daar was een protest tegen de bezuinigingen die het kabinet wil gaan doen op kunst en cultuur. Kijk mee naar zijn verslag. Laat deze manifestatie het begin zijn van een ongekende stroom van nog meer inspiratie, nog meer energie, om nog meer mensen te overtuigen van het belang van kunst en cultuur die niet afhankelijk is van commercieel succes. Ongelooflijk! Toen ik het berichtje op Facebook zag, dacht ik, nou, tegenwoordig een beetje actie voeren. 5-6 man is al veel. Maar dit staat alle verwachtingen. Ik zag net ook backstage Marie-Claire, Sophie en de hele organisatie echt naar elkaar kijken van, Jesus, hebben wij dit veroorzaakt? Ja, dat hebben zij veroorzaakt, maar met jullie. Jullie hebben de toekomst. En als ik om me heen kijk, zijn het vooral jongeren. De laatste keer dat ik hier stond, was het tegen het afschaffen van de studiefinanciering. Voortaan hoeft die nog eens afgeschaft te worden. Want als deze bezuinigingen doorgaan, dan mist zo ongeveer 2/3 van alle studenten in Nederland. Find them, you can use them. Say them, you can hear them. Write them, you can read them. Love them, hear them. Van Rutte en Verhagen en Wilders staat dat er 200 miljoen afgaat van kunst en cultuur en vooral van de podiumkunsten en de beeldende kunst. Dat er 13% meer moet worden betaald voor alles wat kunst en cultuur is. Dus de kaartjes, de schilderijen, de mooie voorstellingen, noem maar op. Dat is heel veel. Dat de WWIK wordt afgeschaft en voor jullie is dat heel wezenlijk. Want als staatssecretaris van Sociale Zaken heb ik gezien dat die WWIK heel veel heeft betekend als ruggensteun voor jonge kunstenaars die net zijn afgestudeerd en die hun eigen broek moeten gaan ophouden. En die WWIK wordt helemaal afgeschaft. Dat is dus echt een ellende. Plus, en dat vind ik ook heel erg, de omroeporkesten en ook de koren moeten ook naar huis. Ja, dat is natuurlijk gewoon draconisch. En ik hoop zo dat jullie, zoals jullie hier nu bij elkaar staan op het Malieveld, deze acties blijven voeren de komende maanden. En dan nu nog iets leuks. Thank you.
kijken naar Cineac Het Net op tv. Wil je nou nog meer zien? Kijk dan op www.cineachetnet.tv. Er zijn ook alle originele filmpjes te vinden en de links naar deze filmpjes. Ik wil bij deze de gebruikers ook hartelijk bedanken voor het bijdragen van hun leuke filmpjes. Maak er een mooi weekend van en tot volgende week.